Het is gestel, is ruzie gebeurd. Wat is de justitie en je weet het nou. Oké, mensen praten en kappen nou. Fuck ruzies en je weet het, je kan vriendelijk zijn. Donderdagavond kon er eindelijk weer getraind worden door de A1 van VV Gestel. Want even na vijven werden de laatste vijf jeugdspelers op vrije voeten gesteld. De jongens zaten al sinds zaterdagmiddag vast toen de politie het hele elftal oppakte nadat een speler van tegenstander Wilhelmina Boys te grazen was genomen nadat deze een grove overtreding had begaan op een Gestelnaar. Omdat spelers en begeleiders niet wilden meewerken aan het onderzoek van de gealarmeerde politie, werd het hele elftal ingerekend. De zaak leidde tot flink wat commotie omdat het politieonderzoek veel tijd heeft gekost en vijf minderjarige verdachten vijf dagen in de cel hebben doorgebracht. Ja, de jongens is het heel verschillend. De laatste vijf die vanmiddag zijn vrijgelaten, om 4:15, die was een wereld met verschil van gisteren. Die waren echt uitgeput. Gisteren kwamen ze moe uit, maar vandaag was het uitgeput. Sommigen zijn vandaag nog anderhalf uur ondervraagd. De jongens hebben gisteren een klap gekregen doordat ze horen kregen dat ze, ja, zes mogen naar huis. Vijf moeten nog blijven zitten. Ook voor die ouders natuurlijk, want ja, je gaat dan denken, ja, heb ik iets gedaan, heb ik iets niet gedaan. Maar die verklaring moet rond zijn schijnbaar. De 17-jarige Adnan is een van de spelers die pas donderdagmiddag, een paar uurtjes voor de training, vrijkwam. Hoe is het met je? Het gaat nu wel een stuk beter, maar ik realiseer me toch het feit wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Mm. Want jullie hebben nog wel heel lang vastgezeten eigenlijk. Om eerlijk te zijn vind ik dat wel lang voor een 17-jarige jong. Dus ja, lang kun je dat wel noemen, ja. Wat was nou eigenlijk het ergste? Het ergste was het moment dat jij veroordeeld wordt. Ja, veroordeeld. Dat jij een verlenging krijgt met 3 dagen. Nou, toen kipte de stoppen door eigenlijk. Dan zit je moeder daar. Nou, die valt dan in tranen. Dus die te horen krijgt dat jij 3 dagen krijgt weer verder. Nou, daar schrik je wel van, ja. Ondanks dat de politie meldt zich keurig aan de regels gehouden te hebben die horen bij het in detentie nemen van minderjarigen, hebben de Gestelnaren nogal wat klachten over hun behandeling. Nou, de minderjarigen die hebben het recht elke dag op bezoek. Daar kon de politie niet aan voldoen. Wij hebben het recht om kleding af te geven voor de jongens, zodat ze het eigenlijk konden verschonen. Nou, ik heb zondag heb ik voor mijn zoon 1 onderbroek en 1 paar sokken kunnen afgeven. Die zijn pas maandagavond, heb ik hem gesproken, toen hadden ze nog niet. En gisteren wou ik bijvoorbeeld weer iets brengen en dat mag niet. Ze hadden een wc die overstroomde. Dus niemand heeft daar echt zijn behoefte kunnen doen, want anders zat hij heel de dag in zijn cel, zeg maar, daar naartoe te gaan. En er was gewoon een grote onderbezetting. De advocaat van VV Gestel heeft inmiddels een fax van 4 kantjes naar politie en justitie gestuurd met zaken die zijn misgegaan rondom de hechtenis van de jeugdspelers. De spelers zelf zinnen naast mogelijke juridische stappen vooral op een sportieve wraak. Ik heb een instelling gehad, begin van de competitie met onze team en onze trainers, dat wij het kampioenschap gaan halen. Nou, die instelling is er nog steeds, dat wij voor het kampioenschap gaan mee gaan draaien. Dat gaan wij in Nederland ook laten zien. Dat wij geen slechte ploeg zijn, maar een ploeg die willen winnen. Gestel, dat is de best oost en west. We maken niet uit, maar mensen lachen me uit. Ja, dit is Gestel. Oh!